Oké, hallo mensen van Dutch Gamers Daily. Ik ben hier weer met Skyblock en zoals ik had gezegd, ik heb het grasblokje hier zo. Ik ga hem mooi in de hoek zetten. Zo. Nou goed, hier kan dus het gras beginnen te groeien. En ja, dat is wel handig. Ik ga toch even dit weghalen. Dan ga ik hier hekjes neerzetten. Zo, en dan kan hier weer een poort als ik weer wat hout heb. Ik gooi hier even een sapling neer. Heb ik botten? Yes, ik heb botten. Dan kan ik sowieso even een boom laten groeien. Want ik heb even hout nodig. Zo. Ik heb geen hakbel, dus ik moet even met de hand doen. Ik heb ook weer wat cobblestone gehakt voor de aflevering, zodat ik daar niet mee bezig hoefde. Dat is altijd zo saai. Goed, zo. Ah ja, ik moest die chest daar nog ophalen. Ben ik helemaal vergeten. Dan heb ik een dubbel chest, dan hoef ik me daar ook geen zorgen meer over te maken. Ruimte zat. Zo. Heb ik nou nog niet al het hout eruit geslagen of die keet die boom gewoon heel langzaam? Oh nee, ik heb het er wel uitgeslagen. Goed, wat ik dus nu ga doen, ik ga even een hekje maken, dan is dit ook dicht. Ik weet niet of, ja, waarvoor ik dit ga gebruiken. Ik heb trouwens de farm ook nog steeds niet gedaan, omdat ik natuurlijk het water nog niet dubbel had. Oh, ik vind dat sneeuw zo lelijk. Zo. Dit even allemaal in de chest doen. Ik heb weer wat hout, dus ik kan. Nee, zeppelin. Even sticks. Ik moet er maar 4 hebben. En dan zo. En voilà. Een fence gate. Zo. Nou. Vuur gaan we natuurlijk maken door de lava mee te nemen. En dan hebben we hout nodig. Ja, zo dus. Ik zei niet dat daar vuur moest komen. Maar goed. Ik weet niet meer zeker hoe het ging. Maar volgens mij, als ik hier. Even kijken. Nee. Dan ga ik hier de lava plaatsen. Deze even oppakken. Zo. En dan hier. Dan zou die in de fik moeten gaan en daarna die. En dan is de portal aan, maar ik weet niet zeker. Dan zou ik deze gewoon even open. Oh nee, die moet ik dan weghalen. Er moet maar 1 blokje zijn die in de fik schiet. Ik weet niet meer precies hoe het ging. Of moet ik zo doen? Oh, dat was ook weer niet helemaal de bedoeling. Ah goed, als die me aangaat. Ondertussen, nou, het zal vanzelf gaan. Ondertussen zouden we eventueel dit water wel even kunnen gebruiken. Voor de farm. Totdat ik mijn andere water heb. Even kijken, oh nee. Dan kan ik maar 1 kant van de farm maken. Nou goed, dat is in ieder geval 1 kant. Zo. Oh nee, wacht. Wat doe ik nou? Die cobblestone moet juist blijven. Even cobblestone pakken. Zo. Want hier moet het natuurlijk. Hé, ik hoor iets branden. Die snel wegslaan, als het goed is, gaat hij dan aan. De fuck. Oké, ik snap er niks van.
heb hem. Awesome. Goed, dan kunnen we nu eerst naar de nether toe. Water werkt daar niet, dus die kan daar blijven. Dan ga ik eerst mijn bucket of lava pakken. Even een keer doodspringen. En dan kunnen we naar de nether, mensen. En in de nether kunnen wij de tweede emmer met water vinden. Dus even kijken, heb ik niks meer bij me? Nee. Hupsakee. Dan zal ik wel weer een paar keer doodgaan. Op zich niet zo'n heel erg probleem, maar... Ah nee, ik kom er gewoon direct. Oh, fuck. Oké. Okay. Daar gaan we. Oh ja, sowieso deze maar even meenemen en niet vallen. Oh, gelukkig. Deze ligt er al. Gaan we eerst dit wegbrengen. En eventjes hier in de chest doen. Hup, 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 hup. Ga weg. Of geef me een wortel. Oh. Geen wortel. Oké, even kijken. Ik moet sowieso even eerst één cobblestone meenemen. Waarom één, denken jullie? Nou ja, je moet proberen onder het eilandje te komen. Of eraf te springen. En zodra je eraf springt, proberen onder de glowstone een blokje te plaatsen. Zo kun je dus alle glowstone netjes... What the fuck? Huh? Huh? Wat was dat dan? Ik werd opeens random geslagen in de nether. En nou val ik weer van het platform af, maar... Hoe kan dat? Ik neem voor de zekerheid mijn zwaard maar gewoon mee, ik weet niet. Oh nee, want ik moet springen, joh. Maar hoe kon ik nou weer geslagen worden daar? Nou gebeurt er niks. Maar goed, ik ga... Wat? Hoe kan dit? Wat? What the fuck? Er zit dus gewoon iets onzichtbaars in de nether wat mij continu loopt te slaan. Dat is wel creepy. Oké, we gaan het nog een keer proberen. Waarom gebeurt het nu dan niet? Goed. Dan gaan we dan. Nee, fuck. Oké, moeten we weer opnieuw? Ah, oh, blijven we weer vallen. Ah, kom op nou. Oké, nou is het wel genoeg. Oké, goed. Nog een keer proberen dus. Ah, zo raak ik wel mijn cobblestone kwijt. Ah, ik ga het gewoon anders doen.
I don't care of ik wat van die glowstone kwijtraak. Als ik überhaupt weer op land zie te komen nu. Maar ik denk dat ik dat anders moet gaan fixen eigenlijk. Maar je kan geen water meenemen in de nether. Dat is gewoon het vervelende. Als ik gewoon water mee kon nemen in de nether en dat plaatsen, dan was er geen probleem geweest. Maar ja. Godver. Schiet nou eens op, man. Oh, echt. Je wordt er niet goed van. Weer. Hé. En nog bijna eraf vallen trouwens. Goed. Nou, dan moet hier in. Nou hopen dat ik niet opeens geslagen word. Sowieso kunnen we eerst deze kapot slaan. Maar dan ga ik het nooit redden. Om die andere ook te pakken nog. Dus ik ga eerst dit maar even terugbrengen. En hoe we het andere gaan doen, gaan jullie de volgende keer zien. Want ja, dit vind ik wel leuk. Ik vind het wel leuk geweest. Mensen, weer bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Volgende aflevering gaan we en het farmpje afmaken. En we gaan de nether in om de laatste glowstone proberen te pakken. Ik weet niet of het me gaat lukken. Maar goed, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. En later.